even de tijd neemt voor jezelf. Even niets. Even rust. Speciaal voor jou heb ik deze ontspanningsoefening gemaakt. Soms loop je weg of lijkt het alsof je druk bent. Enerzijds is dat natuurlijk zo. Altijd druk in de weer met je familie of vrienden of je werk, opleiding of andere verplichtingen. Hierdoor vergeet je soms echt even tijd voor jezelf te vinden. Te luisteren naar je spirituele zelf. De wijsheid van jouw ziel. Een stem die er altijd al is geweest. Iedereen heeft wel eens zo'n moment. Je denkt zonder enige reden aan iemand. En het volgende moment belt de persoon waaraan je net dacht je op. Of je denkt aan een liedje en prompt komt het op de radio. Ik ben ervan overtuigd dat dit soort dingen een boodschap, een teken zijn van jouw ziel. De stem die er altijd voor je is en die altijd het beste met je voor heeft. Een stem die je inzichten geeft, antwoorden op vragen waarmee je in je hoofd zit en blijft worstelen. Maar deze antwoorden liggen klaar voor jou als jij in staat bent diep van binnen verbinding te maken met je ziel. Deze ontspanningsoefening is om jou te helpen om deze verbinding op het diepste niveau te maken. Een juiste houding en ademhaling raak je meer en meer afgestemd op jouw ziel en leer je de mooie intentie van deze stem steeds beter begrijpen en dit helpt jou om meer vanuit jouw gevoel te gaan handelen in plaats van uit je hoofd. Ben jij er klaar voor? Dan gaan we nu beginnen met de oefening. Zoek een rustig plekje op en ga heerlijk zitten of liggen en sluit heel langzaam je ogen. Leg je handen op je buik en adem eens diep in door je neus. Iedere inademing voel jij dat je buik wordt gevuld met lucht, als een ballon die opgeblazen wordt. Bij de uitademing blaas je alle ingeademde lucht weer volledig uit je lichaam. Je voelt je spieren ontspannen, je armen, handen, je benen en je voeten. Alles ontspant. Je voelt de druk in je hoofd heel langzaam verdwijnen en je voelt je totaal ontspannen. En iedere cel in jouw lichaam komt volledig tot rust. Is dat toch heerlijk? Een gevoel van vrijheid. Even niets meer te moeten. Alleen maar te ontspannen. En die rust verdien je. Bij iedere in- en uitademing voel jij
dat je steeds dieper wegzakt. Je ademt nog eens een keer goed in. En ademt weer uit door je mond. En je zakt nog iets dieper weg. Totaal ontspannen. Stel je voor dat een groot wit licht jou volledig bedekt. En voel de warmte, de liefde. Ingepakt in een warme, liefdevolle deken van puur licht. Zo zacht en zo warm, zo liefdevol. Je voelt je volledig veilig, beschermd. Voelt zo vertrouwd. Deze deken van wit licht zal er altijd voor je zijn als je het even niet meer ziet zitten. Je voelt, je weet dat diep van binnen. Die deken is er altijd. De deken is er altijd. En je hoeft er maar om te vragen. Heerlijk toch? Speciaal voor jou. Je eigen unieke deken. Voor een mooi en uniek mens als jij. Nu je heerlijk ontspannen bent, open je heel langzaam je ogen. Pakt een pen en een blaadje papier en gaat rustig zitten aan tafel of aan een bureau. En dan maak je connectie met je ziel. Zeg maar, hallo ziel. Fijn dat je er bent. Luister goed naar het antwoord dat je krijgt en schrijf het op. En stel een vraag of vragen over iets dat je graag wilt weten of waar je graag hulp bij wilt hebben. Misschien wil je iets bereiken of heb je een doel, maar weet je niet precies waar je moet beginnen. Wat je precies moet doen om je doel te kunnen bereiken. Probeer een vraag zo concreet mogelijk te stellen en wees even stil. Een antwoord zal snel volgen. Schrijf alles op, al is het slechts één woord. Een antwoord komt niet altijd in hapklare brokken. Maar vaak in kleine stukjes binnen. En al die kleine stukjes bij elkaar helpen jou bij het vinden van jouw antwoord. Schrijf dus ieder woord, iedere gedachte die je krijgt op. Of misschien krijg je een beeld. Zie je iets gebeuren, dat je ergens staat of iets doet. Schrijf zoveel mogelijk op. Het kan zijn dat pas wanneer je het naleest, het kwartje valt. Of misschien veel later. Herhaal deze oefening iedere keer als jij weer verbinding wilt maken met jouw ziel, wanneer jij een vraag hebt waar je in het dagelijks leven niet volledig uitkomt. En je zal het antwoord vinden op het diepste niveau van jezelf, je ziel. Ik wens je veel wijsheid toe.